Maar je komt gewoon in een verhaal terecht wat zo erg waar lijkt te zijn. Van dit is wat er gebeurt volgens mij. En ze gaat vreemd of hij gaat vreemd. Ja, ja. Of hij of zij vindt me niet meer aardig of houdt niet meer van me. Al van dat soort verhalen. En dan kun je heel erg in doorspinnen. En wat jij nu noemt, dat noem je dat die ontmaskering, de ontkoppeling. Dat is zo'n belangrijke eerste stap. Dat je uit het verhaal kan komen. Dat er überhaupt meer is dan alleen het verhaal. Ja. En vaak als je dus inderdaad afdaalt letterlijk in je lijf. En je gevoel dat je erachter komt van oh, dat verhaal werd aangedreven door bepaalde gevoelens die ik helemaal niet door had. Maar dat het verhaal niet per se de werkelijkheid is, maar dat er een gevoel achter ligt wat dat verhaal creëert. Ja, vandaag gaan we het hebben over verlatingsangst / bindingsangst of alles wat met hechtingsissue in het dagelijks leven te maken heeft. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. En ik ben heel erg blij dat we vandaag weer Bas Snippert als gast hebben. Dit keer in de praktijk in Haarlem. Hij is helemaal hier naartoe gekomen vanuit Amersfoort. Mm-hmm. En ik ben daar heel blij mee. Niet alleen omdat Bas gewoon heel veel van dit vak weet en een hele fijne collega is. Dat is gelijk. En een specialist. Maar we hebben ook over dit onderwerp hebben we het wel eens op een terrasje, kan ik me herinneren, in Amsterdam ooit nog, toen we in het begin met elkaar ontmoeten. Ja, zeker. Hebben we het over dit onderwerp gehad en met name een beetje ook in de trant van jaloersheid en waar komt dat eigenlijk vandaan en hoe ga je ermee om? Want we hebben het over dit onderwerp omdat ik van veel cliënten eigenlijk te horen krijg, die weten me dan ook op dit onderwerp te vinden, omdat ik redelijk veel ervaring heb met dit onderwerp ook. Zelf in mijn eigen leven. Maar van, oké, nou ontlaat wat in een sessie, maar wat zijn nou dingen die ik thuis kan doen? Want het is gewoon hartstikke heftig. Zeker als je op in een relatie zit en het speelt steeds weer op. Het is gewoon super heftig. Dus zeker, we gaan ook vooral vandaag focussen op wat. En ik hoop dat je die goed kunt volgen. Met praktische tools ook vooral. Dus enerzijds kijken wat is het nou precies. En anderzijds, hier heb je een aantal tools waarmee je aan de slag kan. Yes. Ja, zelf ook. Maar eerst even Bas, want ik ken jou al langer dan vandaag. Maar toch even voor de kijkers die jou nog niet kennen en luisteraars. Stel jezelf even voor. Ja, mijn naam is Bas Snippert. Misschien ken je me nog uit een vorig gesprek dat wij hebben gehad natuurlijk, wat Alfred net al zei. Ik ben werkzaam als coach, counselor en trainer. Gespecialiseerd in stress en vitaliteit. En vooral de beweging van stress naar vitaliteit. Niet andersom natuurlijk. En ik ben auteur van De Vitaliteitsrevolutie, een boek dat dit jaar is uitgekomen over vitaliteit. Ja, ja en overigens een heel interessant en gaaf boek. Mooi overzichtswerk. Dankjewel. Ja. Ja. Ja, ik zei net al een beetje over toen we in het begin net hier waren en dat we al begonnen waren zonder de camera's erbij. Ik noem het vaak zelf bij mezelf verlatingsangst, omdat het bij mij ook wel past dat woord erbij. Maar jij zei van ja, ik noem het eigenlijk zelf niet zo, dat wat je in je eigen leven er tegenkwam. Ja. En kun je daar iets over zeggen? Hoe jij het definieert voor jezelf en voor je cliënten? Ja. Ja, ik herken het in ieder geval toen wij die gesprekken hadden, vele jaren geleden ondertussen alweer. Toen had ik zeker herkenning daarmee. En wat ik meer herkende dan, ik noemde dat zelf geen verlatingsangst. En nog steeds kan dat er heel goed onder liggen natuurlijk, hè, want dat is wel een hele kernachtige dynamiek. Maar ik herken het vooral in de vorm van meer jaloezie. Dat ik jaloers gevoelens kon hebben in relaties. Waar voor mij ook niet alleen maar een tintje per se van angst in zat, maar ook soms een irritatie of een frustratie. Dus dat was misschien een andere, misschien minder aan de flight kant, meer aan de fight kant of zo van het gevoel. Maar desalniettemin nog steeds wel een obstakel in het hebben van een hele fijne, gemakkelijke relatie. Yeah. Dat ik daar zeker wel tegenaan liep van, ik voel me zo vernauwd of venijnig over dingen. Yeah. Waar ik niet van kon duiden van, hoe zit dat nou? Waar gaat het over?
ja, wat soms echt in de weg komt te staan van gewoon een heel normaal, fijn contact hebben met mijn partner. En als je het op de schaal zet van toch even weer de verlatingsangst en aan de andere kant bindingsangst. Mm-hmm. Waar zit je ergens op die schaal? En dan gaan we het over... Dat is een interessante schaal. Waar ik nu zit of waar ik toen zat? Waar je toen zat. Het grappige is, ik had met veel... in het daten met vrouwen had ik juist bindingsangst. Dus ik vond het heel moeilijk om echt over te gaan op een relatie. Behalve als ik echt heel erg verliefd was. Yeah. Dus ik weet niet hoe ik dat plaats op dat spectrum. Dus ik denk dat ik in die zin bindingsangst had. Maar in de relatie die ik vervolgens kreeg, kwam eerder juist het, denk ik, dat verlatingsangst element omhoog. Maar niet in de vorm van angst, maar dus meer in de vorm van een prikkelbaarheid of een veiligheid of zo. Yeah. In mezelf als er bepaalde dingen gebeuren waar ik inderdaad een jaloers gevoel aan overhield of zo. Ja, precies. Ja. Dat je meer richting de bijna, wat je ook noemt, geïrriteerde kant of boze kant. Van waarom ga je nou weer dat of dat soort dingen. En we kunnen het er zo over hebben. Ik denk zeker wel, nu ik erop terugkijk met alles wat ik nu weet van het hechtingstheorie, dat daar zeker op een bepaald niveau zit, daar zeker een verlatingsangst onder. Ja. Maar op het bewuste niveau bij mij in de relatie kwam het echt in de vorm van boosheid, irritatie weer omhoog. Precies. Ja. Ja, ik heb ook over heel veel cliënten die dan bijvoorbeeld wel in een relatie nu weer zitten. Maar dat ze bijvoorbeeld als dan degene die ze ontmoeten, als zij dan meer aan het verlatingsangst spectrum zitten, dan is de ander vaak toch aan de bindingsangst. Ja. Dus dat claimerige of het niet verlaten willen worden, zeg maar. Ja. Dat benauwt dan diegene met bindingsangst enorm. Dus het is best alleen wel als je het omschrijft, word ik ook benauwd. En ik van, dat heen en weer. Het is echt benauwd. Ik kan hem ook gelijk sensen inderdaad. Maar we zijn nu hier. Ja. En we gaan nu niet een hele uitgebreide oriëntatieoefening doen. Die zijn genoeg te zien. Zet in de vorige sessie. Ja. Op de vorige sessie. En ook nog los heb ik een oriëntatieoefening gedaan. Maar dat blijft natuurlijk wel altijd heel erg belangrijk. Waarom? Om elke keer weer, ook als we het over dit hebben, en als je bij jezelf, als je ergens verlatingsangst herkent in je eigen leven of bindingsangst, één belangrijke tool die je mee kunt nemen is steeds weer, als je er last van hebt, en we gaan straks eventjes kijken wat dat eigenlijk is waar je last van hebt, van of dat nou echt met nu te maken heeft, of dat het meer iets is wat in je lijf zit gebakken, en door een evenement van vroeger komt, of meerdere evenementen in het verleden. Ja. Maar wat sowieso altijd een goed begin is om te gaan zitten en ook te gaan sensen wat gebeurt er in je lichaam. Dus van, ik voel me gelijk al eventjes. Mm. Dat je daar dan eventjes weer stil bij kan staan en even van sens van, ik merk dan toch een beetje verkramping in mijn buik. Of ik merkte dat dan hier in mijn hart. Gewoon even weer een soort scan, zo kennen de meeste mensen dat ook, maar even weer oriënteren eigenlijk op de veldsens, het gevoel van dat stuk waar je last van hebt. Ja. En dat haalt het al een beetje weer uit. Ja, dat is echt al iets, uit de grote paniek. En ook als je paniek voelt, en dat is gelijk een mooie brug eigenlijk, merk ik, naar dat ontmaskeren van wat is het nou eigenlijk precies? Van heeft het met het nu te maken of met vroeger? Mm-hmm. Het kan, en ook in mijn geval voel me het heel vaak als een enorme paniek, bijna een soort van levensbedreigend iets. Ik heb vaak het door, bijvoorbeeld ook de vorige keer genoemd van, ik ben in gesprek met mijn partner, met mijn vriendin, en de laptop gaat open plotseling en we hebben een best wel diep gesprek en ik voel opeens zo'n contactverlies dat er echt gewoon ontzettende paniek komt. En met zo'n voorbeeld werd het bij mij ook duidelijk, het gaat niet om dat openen van de laptop. Tuurlijk, je kan je wel even zeggen van, ben je er nog wel bij met je aandacht? Maar die lading die het bij mij had, was echt van, oké, er is iets anders aan de hand. Dat wist ik natuurlijk in die fase ook al wel. Maar om dan daar samen mee te kunnen zijn, met dat van, oké, wat is er dan aan de hand? Dat komt door iets van vroeger. Ja. En niet om daar heel diep op te gaan graven, maar wel om te voelen van, het is een wond van vroeger. En het is voelbaar. Ja. En vooral naar dat gevoel ook gaan, hoe is het te voelen, om daar ruimte voor te geven. Ja. Dat je steeds meer dat ziet bij jezelf, dat is weer gaande. En dat ook in gesprek kunt brengen met je partner zelfs. Ja. Om te zeggen van, ik heb het weer. Het heeft niks met jou te maken. Ik weet, het is bijna irritant, vind ik het van mezelf. Maar ik zit er wel mee. Ja.
En kunnen we daar heel even mee zijn? Of ik wil in ieder geval even delen dat dat speelt. Ik voel het ook grappig. Ik voel het gelijk ook. Ja. Het werkt gelijk. Ja. En kan ik daarop inhaken? Ja. Want ik denk wat zo belangrijk is aan een soort van dat traject eigenlijk wat je nu omschrijft, waar je doorheen gaat en zo. Ja. Moment, een van de eerste dingen, en dat herken ik zeker ook uit mijn eigen vroege houding in relaties. Ik heb zeker een sterke cognitieve kant ook. En dat zullen mensen herkennen dat je heel sterk in een verhaal terecht kan komen. Ja. En dat had ik toen ook. En misschien dat luisteraars dat herkennen dat je niet eens door hebt wat gebeurt in je lijf en je emotie. Maar je komt gewoon in een verhaal terecht wat zo erg waar lijkt te zijn. Van dit is wat er gebeurt volgens mij. En ze gaat vreemd of hij gaat vreemd. Ja, ja. Of hij of zij vindt me niet meer aardig of houdt niet meer van me. Al van dat soort verhalen. En dan kun je heel erg in doorspinnen. En wat jij nu noemt, dat noem je dat die ontmaskering, de ontkoppeling. Dat is zo'n belangrijke eerste stap dat je uit het verhaal kan komen. Dat er überhaupt meer is dan alleen het verhaal. Ja. En vaak als je dus inderdaad afdaalt letterlijk in je lijf en je gevoel, dat je erachter komt van, oh, dat verhaal werd aangedreven door bepaalde gevoelens die ik helemaal niet door had. Ja. En dat is al zo'n waardevolle eerste stap voor mensen, dat ze überhaupt bewust zijn dat ze een verhaal vertellen tegen zichzelf wat de gevoelens in stand houdt. Maar dat het verhaal niet per se de werkelijkheid is, maar dat er een gevoel achter ligt wat dat verhaal creëert. Ja. Maar dat het vooral om dat gevoel gaat van welk gevoel komt hier omhoog, welke veldsens wat je zegt inderdaad speelt hier. En als je die richting op gaat, dan kan er allereerst ontkoppeling plaatsvinden van het verhaal in je hoofd en het gevoel in je lijf en een realiteit om je heen die misschien heel anders kan zijn. Ja, ja, precies. Ja, ja. 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 Dus we hebben gelijk al een eerste tip te pakken. Denk ik. Zeker een hele goede tip. En wat ik ook wel eens doe, is dan om te kijken van hoeveel van, dus inderdaad eerst bewust worden van het verhaal wat je jezelf vertelt. Ja. En inderdaad of het nou waar is of niet. Of klopt met wat er nu gebeurt of niet. Ja. Het is een verhaal wat je zelf vertelt. Oké, dat vertel ik mezelf. Oh, ze gaat uit met vriendinnen om andere mannen te ontmoeten. Bijvoorbeeld. Dat, kan dan onderliggen. Het is ook nog moeilijk soms om die toe te geven bij jezelf. Want het is dan weer te kinderachtig. Ja, dat willen soms ook van onszelf eigenlijk niet weten. Ja, dus het is makkelijk om naar anderen te kijken. Schaamtevol. Ja, dat speelt er zeker mee. Ja, ja. En dat merk je zeker als het ook gaat om, als de jaloersheid zo groot wordt, dat het zelfs is als bijvoorbeeld een leuke avond heeft met een vriendin. Gewoon thuis, weet je wel. Dan kan je ook soms, merk ik ook met cliënten wel, dat ze dan ook gewoon daar al bijna een soort jaloersheid gevoel hebben. Maar dat klopt natuurlijk allemaal al steeds minder. Hè? Dat uit eten met een hele goede vriend is nog dat je denkt van moet dat nou? Dus meer onduidelijkheid of meer onbekendheid, dan kun je meer projecteren ook vaak. Ja. Precies, dan lijkt het meer waar. Ja. Maar als je dan een heel leuk contact hebt gewoon met de moeder, weet je wel. Ja. Of in een woonkamer, hè? Wat je zegt, je zit met de vriendin te praten, en toch heb je een gevoel van, en ik dan, ben ik er nog wel? Ja. Dan weet je van, er speelt iets bij mezelf, blijkbaar. Ja, en dat dan weer zien en kijken van, er zit een deeltje van, wat is er op dat moment, wat er nu gebeurt, wat er de reden is. Ze zijn wel een beetje met elkaar afgesloten, dus 40% is er wel iets dat ze zich afsluiten van mij. Dus dat kan triggeren. Ze sluiten zich een beetje af. Ik wil niet zeggen dat ze jou stom vinden of in ieder geval, maar dat kan wel triggeren. Ja, ja. En dan is er dus een deel, 60% in dit geval, dan sluit in de kolom. Ja, ik wil zeggen, maar 60% dat er hier iets gebeurt. Ja. En dat is interessant. Precies. En niet per se om te om te gaven, maar om te sensen. Dat gevoel me bij, van in de steek gelaten worden of... En dan heel kort aantakken, om dat niet te psychologiseren volgens mij, ging je zeggen, dat vind ik wel belangrijker van, we gaan niet graven, maar wat wel een psychologisch iets is wat wel belangrijk is, is die 60% die bij jezelf ligt, daar kun je iets mee. Ja. Dat zit in jouw systeem, blijkbaar, dat zit in jou, dus daar heb je direct invloed op. Ja. Wat zij met z'n tweeën doen, en daar zou je iets van kunnen zeggen, natuurlijk kun je wel iets mee doen, maar daar heb je altijd minder invloed op dan wat er allemaal in jezelf omgaat. Ja, dat is ook denk ik de kracht van wat je zegt. Even terug naar jezelf gaan. Ja. Daar ligt jouw zelfbeschikking. Ja. Noem ik dat al vaak. Daar beschik je over. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Ja, dus het is in het begin al opmerken dat het gebeurt. Dat is al de eerste stap, tip. En dan ermee zijn. En dat kan à la minuut als je daar bent. Als het om het ietsje minder heftig te maken. Ja. En dan kan je inderdaad ook gewoon eventjes echt tools, als het te heftig is, om te gebruiken om bijvoorbeeld te oriënteren. En dan even kort. Dat is dat om je heen kijken. Net als wat dieren doen die net uit de freeze komen, die afgevolgd worden door een tijger. Dat ze daar een beetje veilig wordt, gaan ze oriënteren om zich heen. En krijgt het lichaam ook het signaal, het is hier veilig. En het oriënteren op het nu. Ja.
helpt alweer een beetje. Maar dan kom je een beetje op adem. Ah, ja. En dan kan je misschien kijken wat er te voelen is. En vaak wordt dat dan misschien wel verdriet. Of, kunnen heel spontaan kunnen al dingen op gang komen. Ja. Dus het is inderdaad niet dat graven. Niet op de sofa en niet per se, weer dat verhaal nog sterker maken eigenlijk. Nee. Vertel me over je moeder. Precies, ja. Nee, dat heb ik niet gedaan. Want ik had het zelf ook. Ik wist al jaren, vanaf mijn 15e, wat er aan de hand was bij mij. Mm-hmm. En moeder overleden, allemaal dat hele verhaal. Maar dan, ik heb eigenlijk pas de laatste 10 jaar geleerd om door dit sensen en door echt de angel te gaan eruit te halen. Ja. En dat die gevoelens, dat ik voor het eerst ermee kon zijn. Van, oh ja. Mm. En dat helpt. Ja. Dat helpt. Ja, keer op keer weer. Ja. Ja, ja. En niet bagatelliseren van, oh, zeg, zit even met de vrienden, met de zus te praten in de kamer. Of wat ben ik nou voor eikel dat ik dat erg vind? Dat kan de andere kant zijn. En die is heel belangrijk en heel herkenbaar voor mij. Ik noemde mezelf niet per se een eikel destijds. Maar nou, wat ik wel daarvan herken, dat ik merkte dat ik bepaalde dingen voelde. Een soort van frustratie of een venijnige irritatie of zo naar mijn partner in dat geval. En tegelijkertijd dat ik dat onderdrukte van, nou, dat zou vast aan mij liggen. Yeah. Dus ik bracht dat niet eens in de relatie. Want ik dacht van, ik ben vast gek. Weet je. Yeah. Er is iets mis met mij. Yeah, weet je wel. Ik ga even op mijn kamer zitten mediteren. Weet je, om mezelf inderdaad weer in balans brengen of zo. Want daar was ik toen al wel mee bezig. Maar dat zette ik eigenlijk in als een soort van strategie. Om niet te kijken van, wat is er misschien wel waar aan deze gevoelens. Niet per se over deze relatie nu. Maar er zit een gevoel, dus er is iets aan de hand. Ja. Maar daar keek ik toen nog niet naar. Nee, precies. En vanwege ook weer een strategie om daar niet naar te hoeven kijken, omdat er vast iets klopt vast niet of zo. Je was eigenlijk wel al zo ver om te zien van, nee, er gebeurt iets bij mij. Er gebeurt iets. Ja, er gebeurt iets, maar dat ging je eigenlijk zo bijna wegmediteren. Ja, of wegrationaliseren. Ja. Dat ik dacht van, nou, weet je, ik zie het vast verkeerd. Ja. Dat ik heel veel vertrouwen in de ander legde van, die hebben het vast helemaal goed, hè? En als zij naar mij toe komen met een soort van uitleg ergens over, dan zie ik het blijkbaar verkeerd. Ja. Ik ga het er nu benoemen of bespreken, want er is dan iets met mij. Ja. Of zo, hè? En dat zijn echt de twee verschillende kanten op of zo. Hè? Dat zie ik bij cliënten ook. Of dat ze dan inderdaad dat geïrriteerde en boze naar de ander toe. En dat kan extreme gevallen zijn. Ja, dat kan ook gebeuren. Ja. Gaan we niet te veel op focussen. Nee, dat is een andere kant van het verhaal. Ja. Maar helaas gebeurt dat veel. Ja, acting dat out. Dat is echt claimen en echt gewoon de vaak toch mannen die dat dan doen. In mijn ervaring in ieder geval, wat ik nu in de praktijk heb. Ja. En dat de vrouw gewoon geen leven meer heeft bijna. Ja. En kan beide kanten op. Hè, acting out inderdaad, projecteren. Ja. En dus, ik weet niet de statistieken exact, maar het gebeurt echt op beide kanten op. Er zijn natuurlijk mannen die een vrouw mishandelen, maar andersom ook. Hè. Een vrouw die dan een man slaat. En het kan echt alle kanten op gaan, maar dan kom je echt inderdaad aan de andere kant van het spectrum van heel erg acting out. Van precies. Ja. En je hebt de kant dan, die ken ik ook bij cliënten en ook bij mezelf, ergens van de self-blame. Van het ligt aan mij. De acting in. De acting in. Oh ja, nice term. Ja. Wat ik net nog vergeten was eigenlijk om even te melden, dat ik heb ook een gratis webinar ter beschikking gesteld. En de ontmaskering van stress, angst en paniek. En die gaat heel uitgebreid in. Dus ruim een uur. Ook met een worksheet erbij. Gaat die in over het hele proces van, oké, er gebeurt iets. En hoeveel procent is er eigenlijk nu aan de hand? En wat zit er hier in het lijf? Wat je kunt onderzoeken op een manier lichaamsgericht. Dus om echt de angel op te lossen eigenlijk. Om te transformeren in weer kracht. En dat het er mag zijn. Ja. En dat kan, als je in dat proces gaat, wat je zelf doet. Maar het kan ook super gaaf zijn om dat samen te doen. Ja. Dus omdat het steeds duidelijker wordt. Want wat ik net al zei, verlatingsangst en één iemand binnen is angst. Dus meestal zo. Ja. Levert problemen op. En vaak ook niet houdbaar. Mm-hmm. En in mijn geval nu wel houdbaar. En dan wordt de relatie ook helend. Mm-hmm. En wanneer gebeurde dat eigenlijk? Op het moment dat het bij mij steeds cleaner werd. Van, oh ja, en met cleaner bedoel ik van, ik weet wat er bij mij speelt en wat aan de hand is. Maar ook dat stukje, of toegeven van de ander, van dit speelt het bij mij. Ja. En dat het dan een soort van heen en weer van een begrip en erkenning voor elkaars, dan kan je veel meer ruimte voelen voor de ander. Ja. Van, oh, dat speelt er. Ja. In plaats van dat iemand dat aan het verdedigen is en dat het alleen maar aan mij ligt. Ja. En dus hoe kan je dat, dat is eigenlijk ook een soort praktische focus, een praktische tip komt er ook uit. Hoe kan je het binnen een relatie eigenlijk opengooien, het onderwerp, zodat het echt op tafel kan worden gelegd. En dat ieder gewoon heel dapper kan zeggen van, dit stuk is van mij en daar ben ik mee bezig en daar kan je me misschien mee helpen of niet, maar alleen al door het te delen.
En zo heb ik ook een praktische tip voor mensen die bijvoorbeeld dan echt helemaal hebben een leuk weekendje samen. En vooral zo de dertigers, nou ja. Hier zit er een. Ja. En leven de lijst. Ja. En die dan vaak nog niet eens samenwonen of zo. Of dat ook niet willen. Maar in ieder geval is een leuk weekendje samen. En maar zondagavond komt het moment dat hij bijvoorbeeld toch ergens anders wil. Gewoon in zijn eigen huis wil slapen. Ja. Gewoon even in zijn eigen ruimte, want morgen werken, et cetera. En dat is een enorm moment waar we tegenop wat zich opbouwt. En ik weet het ook een klein beetje uit eigen ervaring, maar vooral ook voor cliënten, dat kan zo heftig zijn. En wat er dan vaak gebeurt, is dat ze het niet opengooien en er niet over praten. Ja. Ja. En wat de tip is maak er een ritueel van en begin er al eerder mee. Bijvoorbeeld op zondagochtend of misschien zelfs zaterdagavond. En dan moet je natuurlijk wel een relatie hebben die daar open voor staat en niet elke keer als je erover begint. Meteen al in een reactie komt, dan kun je overigens wel goed gaan nadenken of dat dan wel de ideale partner is, als er niet ruimte is voor onderzoek hierin. Want je kan dit niet helemaal alleen doen, omdat het een trauma is of een ding wat gewoon zich uitspeelt in relatie. Ja. Dus ergens moet er ruimte zijn om het te mogen onderzoeken. Je moet bereidheid zijn. Ja, ja, een van mijn leraren zei, je hebt eigenlijk maar drie opties in een relatie. Of dus die bereidheid om het samen te onderzoeken en aan te werken. Of je accepteert je partner zoals die is, of je gaat weg. Ja. Dat zijn eigenlijk maar de drie enige dingen die je hebt. Ja. En als de eerste al wegvalt, wat hopelijk niet gebeurt. Maar het kan zo zijn wat je zegt, als die ander echt er niet eens naar wil kijken, die wil het er niet over hebben, dan is het of aan jou om dat te accepteren. Ja. Of je moet gaan overwegen van, is het echt een relatie waarin je kan groeien samen. Ja, en dat is natuurlijk vaak moeilijk, zeker voor de verlatingsangstige mensen, om dan te zeggen, ik ga stoppen. Nee, maar dan zeg je, het is toch ook wel leuk. Ja. We nemen heel veel op de koop toe. Ja. En dat is echt wel een alarmfase. Ja, jezelf wegcijferen voor gezonde relaties. Ja, 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 ja. Dus dat als je dat nu signaleert bij jezelf, dan is dat goed om daar over na te denken. En eventueel support te zoeken bij een goede coach. Ja. Maar dat is wel, dus maak er een ritueel van, bijvoorbeeld van dat afscheid, van eventjes een kleine dosisjes weer de titratie van de SE, van Somatic Experiencing, kleine dosisjes van, ik weet, het is vervelend, we hebben het nu hartstikke leuk, maar ik zit toch af en toe in mijn buik dat het zondag weer afgelopen is. Ja. En ik weet het, je moet naar je eigen huis, want je moet werken, maar het voelt wel dit, ik wil het even gewoon delen en het opengooien daarvan. Dat is en om daarop aan te haken wat heel belangrijk is en hoe jij er nu soort van modelleert hoe je dat kan bespreken, dat je het bij jezelf houdt. Ja. En iets om op te letten als je het eens gaat uitproberen, dat je, dit is een stukje theorie uit geweldloze communicatie, de verschillende manieren van communiceren. Ja. En een van de dingen die veel gebeurt in een stap van je gevoelens benoemen, is dat je een quasi gevoel benoemt. Dat is wat ik mensen vaak zie en hoor doen, is dat ze niet zeggen zoals je zegt, ik voel dat ik ongemak erbij voel, of ik voel wat angst of pijn of verdriet dat je weggaat. Dat is allemaal mijn gevoel. Maar wat veel mensen in plaats daarvan doen, ik voel dat je me gaat verlaten. Ik voel dat je me niet meer aardig vindt. Ik voel dat je niet meer bij me wil zijn. En dat is een gevoel met ook een stukje interpretatie in over die ander. Ja. En dat werkt vaak juist die defensiviteit op. Ja. Dus stel je voor, wij hebben een relatie met elkaar, en we hebben een leuk weekend gehad, en ik ga zeggen van, hey Alfred, ik voel me echt best wel verdrietig dat ik je straks niet meer ga zien. Dan gaat het echt over gevoel. Ja. Maar ik zeg van, Alfred, je verlaat me straks weer, hè? Dan ga je me weer alleen laten, zeker? Ja. En dan zit ik weer helemaal alleen thuis en bel je me niet, toch? Ja. Dat kan toch wel. Dan zit je gelijk alle insinuaties en assumpties te maken. Ja. En dat doet iets bij die ander. Ja. En die wordt dan waarschijnlijk boos. Ja. Terecht, want je vult van alles in wat helemaal niet klopt. En dan kan het heel snel escaleren. En dan kun je niet tot dat ritueel komen, wat juist een oplossing kan zijn. Ja, precies. Dus let erbij op dat je, als je die gevoelens op tafel gaat leggen, dat je echt woorden kiest die gaan over gevoelens van jou. Precies. En niet over een interpretatie over wat die ander allemaal niet van jou vindt en denkt. Ja. Dat is een heel belangrijke stap. Zeker. En het is inderdaad uit geweldloze communicatie. Dat is heel mooi daarvan ook. Wat overigens ook tegenwoordig verbindende communicatie wordt genoemd. Dat ik een mooiere term vind. Ja. Geweldloos, dat impliceert ook gelijk dat de anderzijds geweld aan te pas komt. Het is altijd een verwarrende titel geweest. Ja. En tegelijkertijd, hoe meer je ervan weet, is die wel weer goed. Ja, maar inderdaad, verbindende communicatie is wel fijn. Maar verbindend is mooi, Het is namelijk wel ook soms, als je niet bij jezelf blijft en over jezelf hebt, is het snel projectie. Ja. En die kan vaak gewelddadig zijn. Ja, dan kan er zit een soort van lading in die in de communicatie die niet klopt.
En zeker, die vertroebelt ja. al, het is vertroebeld, ja. Maar vaak slachtoffer Daan, die dynamiek in kunnen zeggen, van ja. tijd slachtoffer bent, dat de ja. ander je iets aandoet, kan dat denk, dat moest ik net aan denken, toen ja. je dit zo vertelde, van hou het bij jezelf, ja. dat het ook snel, het klopt vaak niet, en het is ook nog een beetje van, je kan toch wel even... Ik snap het gewoon niet, weet je. Je kan toch één nachtje nog even bij ja, hem slapen. Ja, één nachtje, ja. Of ja. Blijf deze week gewoon bij mij. Ja, ja. Of dat het via een andere weg opeens komt. Dan komen er opeens een soort sneer. Krijg ja, je dan, passief of, agressief. Een beetje dat je ja. onder water aan het steken ja. bent. Ja. Ja, ja. En dat is ook belangrijk, denk ik, voor luisteraars. Hè, dat er zullen mensen zijn die herkennen dit. Van ja, mijn partner die begint opeens dan soms zo raar te doen. Dat snap ik helemaal niet. Van het een op het andere moment. Ja. Krijg ik hem in de grapjes. Ja. Of dan gaan ze me negeren of zo. Ja. Dat is heel koud. En dat zijn allemaal signalen dat daar dus iets gebeurd is. Ja. Onder water, impliciet. Ja, dat is ook goed om te zien inderdaad. Ja. En ja. ook als partner, als jij niet degene bent per se met de verlatingsangst. Ja. Maar je merkt dat je partner rondom dat soort transitiemomenten koud wordt, aan binnenkeert, ja. gemeen wordt. Dan kun jij ook degene zijn die zegt van, hé, ik merk ja. iets aan je lieverd. Je bent net iets anders aan het doen, ik weet niet wat er gebeurt. Kunnen we even gaan zitten en gewoon even verkennen van, wat ja. gebeurt er nou precies? Ik snap ja. het gewoon niet. En gewoon heel rustig blijven, kalm, maar wel nieuwsgierig naar... Ja. Wat gaat er om bij jou van binnen? En dat ja. kan ook heel fijn zijn voor degene die dan de verlatingsangst heeft. Van, oh, ja. er wordt echt iets gezien. Ja. Wat ik zelf misschien niet eens door ja. ja. ja, en dan zou ook weer een praktische tip kunnen zijn. Dat als iemand dat opeens gaat doen. Dat je merkt van, waar komt dit opeens vandaan? Van, het sfeer verandert totaal. Ja. Dat je eventjes weer bij jezelf even gaat voelen. Even gaat zitten. Heb je daar trouwens binnen het afgelopen jaar nog nieuwe gave oefeningetjes of dingen dat je denkt van, ah, daar heb je nu heel veel aan, ook met dit onderwerp misschien, maar om even tot je snel binnen een paar seconden even weer bij jezelf te komen, want dat is vaak natuurlijk voor moeilijk voor mensen, maar misschien kunnen we iets aan en in welke zin is dat voor degene die de verlatingsangst het sterkst merkt of voor die partner die bijvoorbeeld opmerkt van die ander heeft nu een reactie? Dan laten we, misschien is het toch helderder om nu dan degene die de verlatingsangst die dat heeft, ja. Die daar last van heeft. Want ja. die dat dan signaleert. Ja. En diezelfde oefening kan ook gelden voor die andere. Ja. Nou, er zijn natuurlijk superveel dingen ook die we in coaching en counseling met mensen ja. doen. Maar een ding wat je niet gelijk met een coach of counselor hoeft te doen is simpelweg... Er wordt vaak reality testing genoemd. Hè, een soort van reality check creëren. Dus als je, waar we het net al over hadden, eerst bewust wordt van wat denk ik eigenlijk nu? Ja. Hè, wat ja. ben ik ja. misschien aan het geloven over onze relatie, over die ander? Of wat ja. diegene van mij vindt? Ja. Om dat gewoon eens voor jezelf letterlijk misschien uit te schrijven. Of gewoon onder woorden te brengen ja. van... Ja, eigenlijk geloof ik nu dat die partner van mij gewoon me eigenlijk niet meer wil. En dat na dit weekend is voorbij. Ja, bijvoorbeeld dat je dat gelooft. Ja. Om dat eerst helder te krijgen voor jezelf. En dan een tweede vraag te stellen aan jezelf. Weet ik zeker dat het gaat gebeuren? Weet ik 100% zeker dat dit de waarheid is? Dat dit gaat gebeuren? Ja. En... De meeste mensen zullen zeggen, nou, nee, dat kan ik niet weten. Ik kan de toekomst niet voorspellen. Nee. Dus dat is eigenlijk een vraag die je ook zelf moet stellen. Geloof je echt dat je kan voorspellen wat er gaat gebeuren? Ja. De meeste mensen zullen nee zeggen. Dus daar zullen we even op focussen. En als je dus nee zegt, nee, ik geloof eigenlijk niet dat ik zeker weet dat het gaat gebeuren. Dat doet vaak al iets. Ja. Dat is weer zo'n ontkoppeling van, oh, oké. Okay. Dan ja. komt een diepere adem. En ja. net iets ja, meer ja, ja, bereidheid ja. om een volgende moment af te wachten van, gaat het ook echt zo gebeuren? Ja. En voor sommige mensen doet het al heel veel. Die zien van, ah nee, maar het gebeurt ook echt niet. Ja. Ik word hier niet soort van nu de deur uitgeschopt en verlaten. Wat ja. ik allemaal voor me zag, dat gebeurt helemaal niet. En dat kan al iets doen. Ja. En voor anderen kan het net genoeg tijd en ruimte geven om in elk geval los te komen vanuit dat ja. innerlijke proces. En dan een volgende stap te zetten. Zoals met je partner praten. Ja. Benoemen wat er in jezelf ja. gebeurt. Of ja. een andere tool ja. te passen. Ja, ja. ja en je noemde dat ook reality check. Hè? Ja. Ja, ja. En wat ik zelf ook gedaan heb, waar je wel de partner voor moet hebben natuurlijk, waar we het net ook over hadden. Het moet wel een bereidwilligheid zijn om ja. daarmee om te gaan. Maar dat ik het ook ging, ook wel even soms even checken. Van, ik wil even, ja. Ja. even weten of je nog van me houdt of zo. Weet je wel. En niet ja. op een, het kan natuurlijk ook een soort ziekelijk worden of zo. Ja, maar, dat kan ook om de 5 seconden. Ja, precies. Ja. Ja. Daar is er dan ook weer bij ja. dan. Maar af en toe gewoon wel even van, ja. Ja, ik heb nu het idee dat je echt... En dat je dat dan... Dat echt even checkt, ook ja. echt even checkt, ja. 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 Ja, en daarbij kun je ook weer toevoegen, dus dat je checkt met je partner inderdaad, hè, van, hey, ik heb nu echt het idee dat je gewoon bij me weggaat zometeen. Als de deur ja, gaat, dat je ik weg weet, bent. Misschien is het echt, waarschijnlijk is het onzin, maar... Ja, ja. En checken van, is dat zo? Hè? Is ja. dat wat je zo gaat doen? Ja. En zeg je partner, hopelijk, nee, dat is totaal niet wat ik ga doen. Ik hou eigenlijk best wel veel van ja. je, als je daar bent in ja. de relatie. En een tweede ding wat belangrijk is om te checken, wat vaak overgeslagen wordt, geloof je je partner ook als hij dat zegt? Ja.
En opnieuw een deel van de mensen zegt, nee, ik geloof mijn partner echt als hij dat zegt. Ja. En dan komt opnieuw meer kanten. Ja. En een deel van de mensen zegt, nee, ik geloof hem eigenlijk niet. Of nee. Ik geloof haar eigenlijk nee. niet. En dat is ook belangrijke informatie. Ja. Dat je dus niet gelooft wat je partner letterlijk tegen je zegt. Ja. En dan kun je afvragen, heeft dat te maken met dat je partner zo vaak tegen je heeft gelogen en zo onbetrouwbaar is? Ja. Nu kan, er bestaan partners liegen. Maar als je daar geen bewijs van hebt, kan dat weer een signaal zijn van, oké, ik geloof dus meer in mijn eigen werkelijkheid dan in de letterlijke objectieve woorden die naar me toe komen. De informatie die ik hier nu krijg. En dat is opnieuw vaak een signaal van dat er echt heel diep vanuit, van binnen en ook vanuit je historie waarschijnlijk een invloed is van een hele sterke overtuiging van, maar ik weet bijna beter wat er gaat gebeuren dan mijn partner zelf tegen mij nu zegt. Ja. Dus dat is ook een waardevolle check die je kan toevoegen om nog weer opnieuw een reality check daarin te bouwen. Ja. 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 En als je dan voelt van oké, er zit nog hier een groot deel gevoel wat het voedt eigenlijk, dat verhaal van ze gaat me verlaten. Ja. En om daar dan op een manier mee om te gaan door het echt weer, nog een beetje... Heb je nog wat water daar? Ja, dankjewel. Fijn die afstemming. Ja. Ik voel me heel gezien. Ja. Dankjewel. Om dan van oké, er zit er wat bij mij. Ja. Ik geloof haar, maar ook maar het voelt nog steeds als waar. Dat hoor ik ook vaak van cliënten ook. Ja, maar het voelt gewoon zo altijd. Precies, ja. En ik zeg, dat wil ik ook helemaal niet ontkennen. Maar het is wel iets wat jij nu waarneemt. Het is een gevoel wat jij nu waarneemt in je lichaam. En waar sens je het? En dan echt het fysieke. Oh ja, ik voel het een beetje in mijn buik. Oh, wat voor kleur heeft het? Oh ja, het is een beetje rooig. Ja. Hoe groot is het? Nou, een vuist. Oh ja, is het kramp? Ja, het is een kramp. Nou, en op die manier weer... dan het fysieke daarvan onderzoeken. Ja. Dat dan de volgende stap is, zeg maar. Precies, met het proces, ja. Ja. En niet te vergeten, als je daarmee bezig gaat, ook steeds weer, dan komt bijna een vingertje, om ook de resource op die manier zo te gaan. Want ik voelde me ook van, oh ja, dan ga je daar naartoe en de kramp en het. Ja. Maar ook de resource, dus de hulpbron, het positieve gevoel in je lijf ervaren. Of het kan een beeld zijn, het kan zelfs een herinnering zijn of iets wat je door je bewijs hebt dat ze gewoon, dat doet ook een cliënt van mij, dat die gewoon, die weet gewoon ondertussen, ooit heeft hij dat en dat gezegd en dat geloofde ze, dat ze dat steeds weer dan herhaalt. Bijna als een soort affirmatie en dan zakt het ook weer. Ja, een soort van houvast van de realiteit. Ja, maar het kan ook een vakantie zijn of een andere leuke herinnering die jij hebt, gewoon dat je het wel, dat niet alleen maar op het traumaveld of het pijnveld gaat focussen, maar ook op het op de hulpbron, op de resource, op de positieve. En die heen en weer beweging die het lichaam dan gaat maken, dan raak je weer eruit en ga je vaak ook gapen. Misschien wat tranen. Ja, reguleren. Ja. Reguleren, ja. En misschien goed erbij inderdaad, iedereen bevindt zich op een spectrum van super veerkrachtig gereguleerd tot aan heel sterk getraumatiseerd of ergens ertussenin. De meeste mensen die zitten ergens ertussen natuurlijk. En afhankelijk van hoe ver je richting de kant van veel opgebouwde stress en trauma zit, dan is het risicovol om dit in je eentje te gaan doen. Want dan kun je zo snel erin geslurpt worden, wat je net uitlegt. Sommige mensen kunnen daar gewoon zelf bij zijn. Die kunnen het onderzoeken. Yeah. En die raken niet helemaal overweldigd. Maar er zullen luisteraars zijn die proberen het een keer en die merken van, ik raak het net helemaal overstuur. Ik ben helemaal in waar dan ook terecht. Yeah. Probeer het dan niet te vaak te doen zelf. En zoek idealiter een coach of counselor die mee kan werken. Yeah. Of doe het met een vriend of vriendin die je heel goed gaat. Maar zorg dan dat er een mens bij jou is die daar weer uit kan helpen halen. Ja. Omdat je zelf blijkbaar zo sterk erin geslurpt wordt. En dat kan voor andere mensen anders zijn die gewoon merken van, nee, ik kan gewoon daar even indippen en dan weer eruit komen. Dat zijn heel bronnen. Sommige mensen die kunnen het in hun eentje. En dat vergt best wel wat voorbereiding vaak om te kunnen. Maar voor sommigen werkt dat ook. Ja. Dus kijk voor jezelf van, als je merkt van, ik kom er vast in te zitten, dan... Check eventjes. Check. En je kunt ons ook altijd benaderen met vragen of even... of opmerkingen. Volgens mij hebben we gezegd wat we wilden zeggen in de zin van de praktische tips. Ja. Het ontkoppelen en het sensen ervan. Wat is van nu en wat is van jou? Ja. En ik vond jouw laatste nog ook wel even nog belangrijk om aan te stippen. Het kan natuurlijk ook zijn dat er echt iets aan de hand is. Dus als je inderdaad op dat gedeelte komt van die reality check en je gelooft het niet, het kan zijn. Dus niet om daar op paranoia te worden weer, maar wel om die, het is niet alleen maar ligt het aan jou.
En dat is denk ik ook wat we al een paar keer nu al gezegd hebben. Je moet ook wel echt het vergt werk van twee kanten. Ja. En om daar snel op aan te haken, het hoeft niet gelijk te betekenen dat als je je partner gelooft dat hij gelijk een narcist is. Want dat is een beetje een trend tegenwoordig. Elke partner die niet helemaal aansluit wat je nodig hebt, wordt gelijk een narcist genoemd. Ja. En aan de andere kant ben ik ook niet aan het ontkennen. Er zijn relaties waar een narcistisch misbruik plaatsvindt. Maar wat ook kan, en wat moeilijk te onderscheiden is als je zelf nog zo in die angsten zit. Wat ook kan gebeuren is dat je partner reageert op jouw intensiteit. Hè? Van die merkt van, wow, mijn partner is heel overstuur. En die vraagt opeens naar, waar was ik gisteravond? En wat denk ik allemaal van jou? En dan worden ze misschien een beetje voorzichtig. En dan gaan ze dingen zeggen die ze misschien niet echt goed uitkrijgen. Ja. Ze worden een beetje, ze gaan moeilijker praten. Ja. Niet omdat ze de waarheid niet spreken, maar omdat ze bang zijn om jou nog meer overstuur te maken. Ja. En het is voor jou meer informatie van, ja, zie je wel, ze zijn een beetje aan het stotteren. En het komt er niet makkelijk uit. Ja, weer bewijs dat ze niet de waarheid spreken. Ja. En dat zijn loopjes die heel snel kunnen ontstaan. Waar jij het ook over had, die bindingsangst, verlatingsangst, dynamieken, die elkaar gaan versterken. Ja, 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 ja. En dan is het soms heel lastig om samen met z'n tweetjes daaruit te komen. Dan heb je soms echt een goede relatiecoach, therapeut nodig die als derde even daarbij komt. Ja. Die dat een beetje soort van kan scheiden van elkaar. Van wat is aan jouw kant, wat is aan jouw kant. Ja. En dan weer het contact over en weer tot stand brengt. Ja. Ja. Dus weet dat dat kan gebeuren en dat is niet erger. Dat kan gewoon het op elkaar inhaken zijn van overlevingsstijl, zoals we noemen. Of overdrachten die we hebben. Maar probeer dan niet nog harder door te werken en nog meer daarin door te gaan als je merkt van dit werkt niet. Het loopt vast, we hebben iets anders nodig hierbij. Ja. Ja. Ja, en wat nu bij me oppopt, nu je dit zegt ook, veiligheid kwam bij me op. Dat het dan op dat moment niet meer veilig voelt. Nee. Daar heeft het ook heel erg mee te maken. Ja. In de steek gelaten worden gevoel of het voelt onveilig. Ja. En dat ook weer sensen. En daar ook weer bewust van zijn. En wat heel erg kan helpen als je van beide last hebt, als bindingsangst, of een van de twee, of tegelijkertijd, en verlatingsangst, is om, dat is sowieso altijd goed om te werken daaraan, om te checken bij jezelf en om waar ligt mijn eigen waarde? Wat vind ik eigenlijk van mezelf? En ietsje zweverig gezegd, hou ik van mezelf? Mag ik er zelf zijn? En wat ik daarin ontdekt heb is heel veel dat het groot gehalte niet zo was eigenlijk. En nogmaals, het klinkt nog steeds, als ik het zeg, een beetje zweverig misschien. En tegelijkertijd is het wel klare taal. Ja. En vaak is er zo'n laag zelfbeeld, zo'n laag zelfwaarde bij heel veel mensen, los van dit label. Ja. En wat gewoon echt helpt is de zintuigen prikkelen, ademhalen, hier zijn. Ja. Het is bijna te simpel voor woorden, maar dat helpt. Ja, dat reguleert je. En daaraan toevoegen, want dat is een belangrijke laatste opmerking die je nu maakt. Zelfwaarde en wat je van jezelf vindt, dat gaat echt over identiteit. Ja. Dat is vaak die onderliggende diepere laag waar al die angsten uit voortkomen, inclusief verlatingsangst. Ja. En als je op die laag kan gaan werken, en opnieuw, dat is heel lastig om dat zomaar zelf te doen. Dat is opnieuw, dat is waarschijnlijk in de context van coaching, counseling, therapie. Maar op die laag, daar zit vaak de echte diepste transformatie. Ja. Dat je erachter komt dat je helemaal niet door had hoe streng je naar jezelf was. Dat je jezelf ziet als een slecht mens als je dit of dat doet. Of dat je niks waard bent. Ja. En dat zijn van die oude overlevingsidentificaties die we hebben. Waar je ook mee kan werken. En als die beginnen los te laten. En precies wat je zegt, en je begint jezelf te zien als een waardevol mens. Ja. Per definitie. Ja. In of uit relatie. Ja, los van je auto. Hij zegt gewoon als mens ben je waardevol. Ja. En je voelt dat. Dat het echt authentiek is. Dat verandert ook weer die hele keten daarboven. Al die angsten die erop lagen, die kunnen dan als sneeuw voor de zon wegsmelten. Ja. Je bent niet meer afhankelijk ook. Je bent niet meer afhankelijk. Je bent niet meer iets aan het halen. En wat mensen vaak voelen in verlatingsangst, dat als je echt inderdaad die relatie kwijtraakt, je dan doodgaat. Zo voelt het vaak. Ja. En dat heeft vaak te maken met die hele diepe overlevingsreacties en trauma's van heel vroeg. Ja. Waarbij het echt ook voelt alsof je doodgaat als je een relatie kwijtraakt. En dat dragen we vaak nog met ons mee. En dat heeft te maken met die identiteit. We zijn onszelf gaan zien op een bepaalde manier. En als je dus daar gaat werken, dan kun je op de diepste laag op jezelf losmaken van die identiteit. Ja. En daarom kan bijvoorbeeld liefdesverdriet, als er wel als er luisteraars en kijkers zijn die net een relatie die zich gedumpt voelen of een relatie is uitgegaan, anders gezegd. Mm-hmm. Of dat ook een mogelijkheid is om deze diepe, diepe patronen, diepe angel te onderzoeken en eindelijk eruit te laten. Ja, dus dat is een kans ook. Ja. Echt het verdriet er gewoon echt laten zijn. En niet weer snel gaan escapen. En natuurlijk gebeurt het. En even extra Netflixen. Ja. Je gaat niet de hele dag in je trauma zitten verwerken. Bij mij was het vroeger wijn en terrasjes. En, iedereen heeft zijn eigen manier om dat te doen. Ja. Ja.
Maar het is ook een mogelijkheid om ons wel aan te gaan. En, ja. En inderdaad ook weer, misschien met een ander erbij, professioneel of, ja. Of mensen opzoeken die je daarbij kunnen helpen. Ja. Maar dat is ook, ook een moment om dit. Het heeft, en het is verdriet om de relatie, maar er zit ook iets diepers onder. Ja. En de weg naar autonomie en vrijheid eigenlijk. Ja. Zeker, ja. Ja. Ten diepste gaat het ja. Echt om echt een volwassen mens te worden wat ja. Onafhankelijk kan zijn, op zichzelf kan staan. En daardoor ook diepere relaties aan kan gaan. Ja. Omdat je niet zo klingy hoeft te zijn ja. Of wegduwend hoeft te zijn. Ja. Je bent gewoon jezelf. Ja. En je kan anderen toelaten. Ja. En je kan jezelf reguleren. En, ja. Het is iets inderdaad heel moois om naartoe te bewegen. Ja. En misschien voor een volgende gesprek. Ja, 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 ja. Mooi einde eigenlijk. Ja, ja. Mooie eindconclusie. Vrijheid, autonomie. En dan is het hartstikke leuk als er iemand in je leven is. Ja. Maar dan ben je niet meer afhankelijk ervan. En tuurlijk af en toe. Tuurlijk blijf je er een soort van. Ja. Maar dit is volgens mij, wat je nu noemt, is door het hele menselijke leven de diepste dynamiek die we continu onderhandelen. Autonomie en verbinding. Ja, ja. Om daar heen en weer te ja. Pendelen en een balans te vinden die ja. Beide ja. Creëert in je ja. Leven. Ja. Zoals ik altijd moeite heb om af te ronden, doe maar een patronen. Ja. Ga ik het niet doen. We gaan zo ook weer onze eigen weg ja. Aan dit gesprek. Ja. Ja. Ja, zeker. Even ritualiseren. Maar we blijven appen. Ja. Afstand. Ja. Ja. Ontzettend bedankt voor jou hier zijn. Heel graag en hier gedaan. Komen. En, dank voor het gesprek. Voor je input. En jullie allemaal super bedankt voor het... als je nu nog gaat kijken en luisteren bent van wauw, dat is toch alweer ruim een half uur. Dus dat is, vind ik, een teken van waardering. En ja, ik zou het ook heel erg leuk vinden als je dit interessant vindt. Om even naar het webinar te gaan, dan kun je gewoon gratis voor inschrijven en kijken wanneer je wilt. Dus het is ongeveer een uur lang, maar je kunt er zo kort maar kijken als je zo wilt. Dat zijn de gegevens, zal ik allemaal hier en daarna eventjes erin zetten in het filmpje. Bedankt en tot de volgende. Tot de volgende keer. Oké. Okay. Dankjewel. Top.